Zo, jij bent er goed in. Het enige wat je hoeft te leren is dit. Daarmee kun je alles. Deze wereld heeft een beetje liefde en een beetje positiviteit nodig. En voor mij is dat de message die we met Roots brengen en die we uitdragen, waarmee we de wereld een stukje mooier proberen te maken. Ja, als ik met deze mensen op het podium sta, het is een warm badje. En de muziek is zo lekker. We zijn gewoon met z'n allen en het publiek zijn we één ding aan het doen. Zo voelt het voor mij. En dat is eigenlijk vanaf het begin af aan al zo. Is nooit weggegaan. En dat is ook de reden waarom we er zo hard voor gaan altijd. Het is gewoon überhaupt heel veel mensen op het podium. Dat is natuurlijk heel gaaf om te kijken. En je merkt gewoon dat er liefde in de groep zit. En ik denk dat zonder woorden uitgedragen wordt elke keer als wij überhaupt ergens aankomen. Gewoon belangrijk dat we in contact staan met elkaar als mens en dat er verbinding is. En voor mij is deze muziek echt het ultieme middel om dat uit te dragen. Goedemorgen Joost. Goedemorgen. Goed bekeken, Sieber en de Vries. Goed bekeken, Sieber en de Vries. Roots begon omdat ik opeens met mijn twee beste vrienden leuke liedjes kon gaan schrijven en maken. Dus die Viva is ook het eerste wat we maakten samen. En toen wisten we echt nog niet dat het een band met 11 personen zou worden. Dat was helemaal niet de insteek, natuurlijk. Ja, Roots, het is de meest lieve, leuke, vreemde familie die je kunt wensen. Ja, keihard natuurlijk. Nou ja, het album, de plaat, die is, ik vind hem echt verrassend tof. Ik merk gewoon, we hadden zelf als doel om iets volwassener te klinken en eigenlijk onszelf qua sound iets meer uit te diepen. En dat is volledig gelukt. Hij is clever, hè? Hij is clever, jongen. Ja, hij is zeg maar de brains van de band. Ja. Als wij money maken, is door hem. Ja, dat je weet. We finally grew up. Ja, vet studioplaat gewoon weer. En dat hebben we met Free geprobeerd. En het lukte aardig. Maar het was nog heel poppy. En dit heeft gewoon iets meer een randje. Iets stoerder. Ja, we zijn gewoon iets ouder, iets groter geworden. En iets wijzer. En ik vind het, ben erg blij met de plaat. En voor het eerst vinyl. Ja, kicken. Ja, het album is echt een zoektocht van ons naar hoe we willen klinken. En volgens mij is het heel erg goed gelukt. We hebben een album maken is een proces. We zijn met allemaal creatievelingen die dan op een moment samenkomen en dan muziek gaan maken en verfijnen. Dat hebben we samen met jury aan gedaan. Het was heel erg. Een eigen sound, iets meer elektronica erin, iets meer gewoon echt onze eigen volwassen sound vind ik het wel. Ja. En heb je een favoriet liedje? Ja, voor mij is Come One de favo. Eigenlijk twee, ik weet dat het niet mag, maar één is Come One. Come One. Ja? Het is gewoon een dikke skank. Daar gaat het mij om met reggae, dat die skank gewoon dik is. We zijn hier duidelijk heel eensgezind in. Come One. Come One is echt voor mij de sound waar ik heen wil. Meer gewoon van die diepe bas, lekkere dub sound waar je lekker in kan hangen. En de message van die track is ook voor mij het meest powerful van de plaat. Yeah, yeah. Revolution, stop, come on! Dat was de enige die klopte. Shit. Damn. Alright. Speciaal voor jou nog een vraag. Hoe is het voor jou om nu de lead te doen? Spannend. Leuk. Lekker. Voelt alsnog heel vertrouwd, omdat we al zo lang samenspelen. En ik niet één iemand heb die mijn rug heeft, maar gewoon 10 mannen die mijn rug hebben. Dus dat is, voelt lekker. Me, you and the crew.
Wat is je favoriete roots gig ever? Mijn favoriete roots gig ever is toen wij popronde hebben gedaan. Heb je in Amsterdam op het eind van de popronde heb je een showcase. En dat was toen in de Q Factory. En wij speelden naast het grote podium. Maar we hebben de grote zaal leeggetrokken. Dus en je speelt maar half uur. En wij speelden op het begin stond er niemand. Maar we hebben de hele Q Factory na ons optreden getrokken in een half uur. En dat was echt keiharde feest. Oh shit. Mijn vetste show is denk ik toch wel Boomtown. Het was een magisch moment, niet eens een groot podium, maar we werden uitgenodigd om in Engeland op een van de grotere festivals van Engeland te spelen. En ja, we hadden er vet veel zin in. De aanloop ging van alles mis. Iemand moest een bus ophalen waar een deel in zou zitten. Is niet opgehaald. Allemaal stressen en alles. En toen speelden we daar eindelijk. En ja, dat was een heel mooi, we hadden twee shows daar, maar dat was een heel mooi klein podiumpje buiten. En het had keihard geregend, dus het was dik veel modder. En daar ben ik toen van het podium afgesprongen en met de mensen meegedanst. En op een gegeven moment zat ik tot boven mijn knieën helemaal onder de modder. Dat was echt magisch. No longer look back, it's time to hit the track and take some time to relax. See, it's easy to slack. Yes, I've been there and done that. In this time, it's hard to hear the music. So this is how we do it. Want het is dan een soort van overal chill en overal muziek en overal mensen en overal family. Wat is 16 september eigenlijk? 16 september in Hedam. Kom lekker bandje kijken. Je overstuurt, dude. Oh, sorry. Ja, dat is prima toch? Dat is mooi. Oké. 16 september gaan we ons album releasen in Hedam, in Zwolle. Heel avond ook met de Koalas en Boom Shakalak Sound System. No? Nee. Hoe heet het nou? Bakketak. Oh ja. 16 september gaan wij onze release doen van ons album in Hedon, in Zwolle. Heel avond met de Koalas en Bakketak Sound System. Allemaal reggae. Super vet. Je gaat het leuk vinden. Kom. Ja, wees erbij, het wordt fucking vet. Het is gewoon, we hebben Bakketak uitgenodigd, Sound System in de zaal, Koala's voorprogramma, we hebben allemaal standjes, we maken er een festivaletje van. En het wordt gewoon fucking gezellig. Ja, dit alles is natuurlijk gemaakt om gewoon keihard op los te gaan, keihard met jullie. Op 16 september is de release hier in Hedon. We zijn in vol ornaat, onze vrienden zijn erbij van de Koala's die gewoon lekkere space neergooien. Maar ook de vrienden van Bakketak Sound System. Het belooft een mini-festival te worden met gewoon... Er zijn merch stands, er zijn platen te koop. Eigenlijk alles is aanwezig en al onze vrienden in één zaal. Dus dat wordt magisch. Dus ik wil jullie allemaal vragen. Wees daar, haal je tickets in de link below. Of waar het dan ook maar vindbaar is. In ieder geval via www.hedon-zwolle.nl. En tot 16 september. Divided in life. What are we doing now? What are we doing?